Als je nog nooit zo'n okapi hebt gezien, wordt dit de eerste keer. En die eerste keer kun je nooit meer overdoen. Dus, let op. Nu denk je, waha, wat een dier, waha. Je denkt, het lijkt wel een aan elkaar geplakt dier. Een beetje hert, een beetje paard, een beetje zebra. En je denkt aan andere aan elkaar geplakte dieren, zoals de oliewaterpanda, die bestaat niet. En het vogelbekdier, dat bestaat wel. Maar de okapi bestaat dus ook. En hij is niet aan elkaar geplakt. Hij is geen familie van het hert. Hij is geen familie van het paard. Hij is zelfs geen familie van de zebra. Hij heeft bijna geen familie. Hij heeft zichzelf en zijn grote broer.